Op het verlaten strand brak het riempje van mijn rechterteenslipper. Na 20 stappen over het strand hield ik al een rijk boeket slippers in de hand. Meer is niet en het is bijzonder frustrerend. Want er staat geen enkel moeilijk woord in en je hebt toch duidelijk het gevoel van waarover gaat dat nu eigenlijk hier? Slippers? Ja, nee, natuurlijk niet. Het gaat over veel meer dan slippers. En ik denk dat je dat heel vaak hebt. En dat dat een van de redenen is waarom dat jullie echt regelmatig een hekel hebben aan gedichten. Omdat je er niet in kunt. En dan denk je, goh, dat is frustrerend. En je wordt daar een beetje boos op. En je denkt van, oh, wat ben ik stom. En dat is helemaal niet het geval. Iedereen heeft dat vaak bij gedichten. Zo van, waarover gaat dat hier eigenlijk? Het is eigenlijk zo'n beetje, je kunt het vergelijken, maar die staat voor een huis waarvan alle deuren en alle ramen en alle luiken dicht zijn en je raakt er niet in. Dat is jouw schuld niet, hè? Dat is de schuld van dat huis. Dat huis dat zegt, blijf buiten. Ja? Ja, met gedichten is dat ook vaak zo. Als een gedicht jou niet een toegang geeft, een sleuteltje geeft, een opening geeft, dan kom je er niet in. Zoals met dit vrij eenvoudige gedicht. Als ik u niet dat enige context bij geef, dan kom je er niet in. En de context is heel eenvoudig. Tsunami. Weet je wat een tsunami is? Het is eigenlijk een aardbeving, maar in zee. Zoals op de tweede kerstdag 2004 in de Indische Oceaan is gebeurd. Ja? En die kusten van Sri Lanka en Indonesië en Thailand enzovoort zeer zwaar getroffen zijn geweest. Waar 240.000 mensen gedood zijn enzovoort enzovoort. Dus een bijzonder gigantische ravage. Wij waren er ook, mijn vriendin en ik. En we hadden, ja, door heel veel pech zijn we toen niet aanbeland waar dat we wilden aanbelanden de avond daarvoor. Namelijk in een huisje, strandhuisje. Dus op het strand daar. Maar gelukkig dat er zoveel is misgegaan de dag daarvoor dat we daar niet aanbeland zijn. Maar goed, daarna wil ik toch wel eens kijken wat dat nu eigenlijk was. Want we stonden er niks van natuurlijk. We spreken daar zelfs geen Nederlands. En toen gebeurde dat domme ding zo met mijn teenslipper. En veel later, toen ik weer thuis was, dacht ik van ik wil er eigenlijk wel iets over schrijven. Maar ja, hoe kun je zo'n gigantische ramp, hoe krijg je dat in een gedicht? Dat gaat niet natuurlijk. En toen herinnerde ik mij die slipperaffaire. En iedereen en alles draagt daar slippers. Het is daar heel warm. Jong, oud, klein, alle vormen, alle soorten van kleuren en zo. En dat beeld herinner ik mij van al die slippers onder meer. En eigenlijk elke slipper staat natuurlijk voor een overledene. Ja? En toen dacht ik van, dat is het. Als ik dat zo in dat gedicht breng en ik zeg er, maar ik moet het erbij zetten dat het over het tsunami gaat, want anders begrijp je het niet. Op het verlaten strand brak het riempje van mijn rechterteenslipper. Na 20 stappen over het strand hield ik al een rijk boeket slippers in de hand. Onthoud daar vooral van. Als jij in een gedicht niet binnen kunt, is het niet jouw fout. Ja? Het is het gedicht dat zegt, oké? Okay? Een strafgebaar. Zonder dat iemand het wist, gaf de juf Vanessa een oogstrelend jurkje. Zonder dat jurkje had de dochter van de juf nog 12 knappe jurkjes. Eindelijk werd Vanessa niet meer gepest. Ze straalde 2 dagen. Toen schoof ze zich opnieuw schuw als een vodje in haar bank. Vanessa's mama had de jurk verkocht. Haar woorden sneden nog de adem af. Jij bent gewoon niet mooi genoeg voor zo'n jurk. Een moeder of een vader hebben is dus duidelijk niet altijd een zegen. Het lijkt een sprookje, assepoester. En het gaat inderdaad over een soort van assepoester, maar over een heel ander soort van assepoester. Ik leerde dat meisje kennen op het strand in Zuid-Afrika ergens. En was heel erg schuw en teruggetrokken, maar na een tijdje kon ik er toch wel wat mee praten. En toen bleek dat het eigenlijk een straatkind was dat thuis was weggelopen, omdat het gewoon niet uit te houden was.
assepoester aan het strand. Haar geheven hand, een bedelend kommetje, boordevol honger. Het huis uitgeslagen. Haar schoenen moesten thuis blijven. De man die uit haar mama's hand eet, draagt ze naar het pandjeshuis. Dulce is haar bed zo moe. Een matras van karton, dekens van papier, lakens van wind. Bij maanlicht aan het strand schept ze glanzende muiltjes van zand. In vuur en vlam. Ze verleidt me met een half lachje. Haalt me met één beweging uit mijn pakje. Ze neemt me dwingend tussen twee vingertjes. Geleidt me brutaal lief naar haar rode mond. Onze adem versmelt. Ze vuurt me aan met haar bloedwarme tong. Ik glijd weg in alle standen tussen haar felwitte tanden, zo lekker heen en weer golf ik op en neer. Ze gebruikt me waar ze wil, hoe ze wil, niet enkel in een bed of op het toilet, ook op de fiets. Ach, voor haar betekent het niets, ik ben toch maar een sigaret.